En ik hoop dat ik jullie ook kan boeien door te komen vertellen hoe dat wij de revalidatie van Herentals ook proberen in te zetten op innovatie. En zoals dokter Verfaay daar straks al aanhaalde in de definitie van innovatie, kan het ook op organisatorisch niveau, op niveau van samenwerken. En daar proberen wij dus vooral op in te zetten. Zoals dokter Bogaert net al aankaartte, ben ik dus Jules. Ik ben klinisch therapeut op de verschillende niveaus, privépraktijk, ziekenhuis en ook bij een sportclub. En heb ik een bijzonder interesse in enkel voetrevalidatie en kom ik vooral daarvan uit te praten. Reva Herentals, de laatste tijd misschien een opkomende naam, meer en meer. En wie zijn wij nu eigenlijk? Wij zijn een multidisciplinair team, bestaande uit kinestherapeuten, ergotherapeuten, nauwe samenwerking met de revalidatieartsen en de orthopedie in Herentals. En wij willen vooral werken rond drie pijlers: evaluatie, educatie en specifieke revalidatie. Evaluatie zijn de testing, controle, educatie, zowel informeren van patiënten als ook zelf goed op de hoogte blijven, informatie gaan delen met collega-therapeuten en zo voor optimale zorg instaan. En specifieke revalidatie, dat wil ik vooral dan straks kaderen aan de hand van de totale enkelprothese, iets waar we de afgelopen jaren toch wel heel hard op hebben ingezet. Reva Herentals is een drietal jaar geleden ontstaan. En toen zijn we vooral gaan kijken van het kinelandschap in de periferie rond Herentals, dus de Kempen, wat was daar al? En dan zijn we gaan zien, er was al een algemene trend bezig en de kine begon zich te specialiseren. Dus hebben wij ook ons locomotorisch centrum opgestart. Misschien kunt u afvragen, wat is daar innoverend aan? Hè? Maar we hebben de ideale setting binnen AZ Herentals om te koppelen aan onze dienst orthopedie. En we wilden vooral een centraal aanspreekpunt gaan zijn voor iedereen. Complementair dus aan perifere revalidatie, gewoon ook bij complicaties kunnen optreden en voor iedereen een hulplijn bieden. Nu, dat complementaire aspect, daar wil ik het nog wat verder over hebben, want ik denk dat het complementair, ja, dat klinkt allemaal heel mooi. In theorie klinkt dat allemaal heel mooi, maar er zijn wel degelijk voordelen, zien we nu al. De voordelen zijn er voor de patiënt. De patiënt heeft een extra therapeut aan ons, waar hij niet altijd heel frequent bij moet langskomen of die dat hij soms in de beste situaties niet moet zien. Hij kan gewoon blijven revalideren bij zijn kinestherapeut achter de hoek. En die kinestherapeut heeft ook nog eens een hulplijn aan ons. Stel dat er een complicatie is, stel dat het verloopt niet helemaal zoals dat gewenst is, dan kan hij gewoon ook op ons beroep doen. Voor ons als dienst is er natuurlijk ook een heel goed voordeel aan. Namelijk, wij krijgen allemaal cases binnen en wij bouwen expertise op en wij krijgen steeds meer en meer ervaring. En van daaruit kunnen wij natuurlijk andere mensen dan weer net gaan helpen. En zo blijft dat eigenlijk een vicieuze cirkel, denk ik, die daar vooral mensen gaat helpen en voordelen biedt voor iedereen. En ik hoop dat we ook voordelen bieden voor de dienst orthopedie van het AZ Herentals. Maar dat moet nog vooral blijken in de toekomst, denk ik dan. Nu, klinkt allemaal heel mooi weer al, maar we zijn daar nu al mee bezig. Dat is geen toekomstmuziek niet meer. En dan, we zijn al jaren bezig mee, zoals dokter Klaas net aanhaalde, met isokinetische testing voor kruisbanden. Wij doen ook studies rond handrevalidatie, wij doen van alles. Maar ik wil nu even specifiek die drie pijlers komen toelichten rond de enkelvoetunit. En wat doen wij dan al? Rond evaluatie zitten we al bezig met de Achillespeesplastie en de enkelinstabiliteit. Educatie, ja, dat doen we met de voorvoetchirurgie en de specifieke revalidatie met de totale enkelprothese. Achillespeesplastie, eerste pijler, evaluatie. Dan zien we dat we bijvoorbeeld, zoals op de foto, isokinetische testing kunnen doen. Maar we hebben ook een meer uitgebreide testbatterij die we al hebben gebruikt. Net voor de zomer hadden we bijvoorbeeld een topclub uit Kempen die dat ons contacteerde en zegt van ja, kijk, we hebben twee spelers, twee voetballers die dat willen aankopen, die dan een volledige dikteruptuur van Achillespees hadden doorgemaakt. Maar zijn deze nu klaar om te voetballen, ja of nee? Wat hebben we dan gedaan? We hebben die spelers tot bij ons laten komen, hebben een isokinetische test afgenomen, hebben een testbatterij afgenomen met change of direction, met drop jumps, met allerhande testen, die dat we dan kwalitatief en objectief zijn gaan proberen te beoordelen. We hebben een verslagje gegoten, meegegeven naar de clubs en we houden ons verder afzijdig, maar we hebben wel die mensen geholpen en een goed iets gegeven om beslissingen te kunnen gaan maken. Daartoe zagen we ook bijvoorbeeld bij een van die twee spelers, op dat ogenblik, op de isokinetische test, haalde die heel slechte waarde voor zijn snelkracht. En de club heeft die achteraf die speler toch aangekocht en is ook heel blij dat we dat hebben toen gezegd, omdat
Als ik nu ga kijken naar de prestaties van die speler, doet hij het best wel goed. Dus ze wisten waar dat ze verder naartoe moesten gaan revalideren, ook al hebben wij dat niet moeten doen. Op de foto zie je ook een jonge kerel. Dat is een ijshockeyer. Nu, natuurlijk gaan we niet voor iedereen dezelfde testbatterij gebruiken. Voor deze jongen gaan we meer natuurlijk van wat dat voetbal een kicking dominant sport is, gaan we meer naar twisting dominant sport bij ijshockey. En hebben we die testbatterij natuurlijk ook gewoon aangepast. Het is niet de bedoeling dat we voor iedereen juist dezelfde testbatterij gaan doen en dat we iedereen gewoon heel uitgebreid gaan testen. Soms is het gewoon voldoende om te weten, kan ik gewoon opnieuw mijn sport gaan doen, kan ik gewoon opnieuw terug mijn job gaan doen zonder risico's te lopen. Evaluatie doen we ook voor de enkel instabiliteit. En daarmee bedoelen we niet gewoon de eerste keer een enkel distortie doormaken, maar we bedoelen eerder de chronische enkel instabiliteit. En dat wil ik dan kaderen aan de hand van de twee foto's die we zien. Linksboven zien we een jong meisje die daar op consultatie kwam bij een van onze chirurgen. En de chirurg had zoiets van, jong meisje, recidiverende enkel distorties en leek mij niet echt heel energiek, niet echt zwaar gemotiveerd. Heeft ze wel haar best goed gedaan tijdens de revalidatie om dat op te lossen. Wat hebben wij dan gedaan? Ja, we hebben een intake gedaan met onze unit. En wij hebben dan geprobeerd om nog eens even alles op alles te zetten qua revalidatie. Zo weet een dokter ook achteraf, als wij verslag maken van wat we hebben gedaan en dat we er alles hebben uitgehaald van, dit is een verantwoorde operatie. We willen natuurlijk niet elke jonge persoon zomaar gaan opereren. We willen er ook zeker van zijn dat alles geprobeerd is alvorens dat we iemand gaan opereren in sommige situaties. Anderzijds hebben we ook de andere foto, waarbij dat we een jonge gast zien, ook geopereerd. En die doet K1. Die wil weten, kan ik terug beginnen met sporten op een verantwoorde manier? Kan ik terug mijn job uitvoeren op een verantwoorde manier zonder risico, zonder pijn terug achteraf te krijgen? Wat doen we dan? Ik denk dat je op de foto kunt zien dat we een drop jump counter movement jump gaan voorbereiden. We zijn aan het uitleggen aan hem. En daar krijgen we dan ook via de D-wall, een van onze pareltjes qua infrastructuur binnen Herentals, krijgen we daar een mooi verslagje uit, kunnen we opnieuw meegeven aan de artsen en kunnen we zo overgaan tot een goed afsluiten van een revalidatieproces. Of juist in sommige gevallen, stel je voor, er komt een patiënt uit de periferie en die zegt van ja, kijk, enkel instabiliteit, wij willen die ook testen en we zien dat er een probleem is, kunnen we ook dat verslag meegeven met de patiënt en motiveren om bij zijn kinesist achter een hoek juist nog extra te gaan revalideren. Soms hebben mensen het idee van het gaat wel goed, maar kunnen we dat wel objectiveren. Nu, de tweede pijler is educatie en dat doen we rond voorvoetchirurgie. Voorvoetchirurgie, bijvoorbeeld de hallux valgus, we zien dat er geen hele lange en heel complexe revalidatie altijd noodzakelijk is. Wat doen we dan? Na een zestal weken komen mensen bij ons langs en wij leggen hen de basiszaken uit. Leggen hen uit wat een goede voetafrol is, hoe dat we de voet lekker mobiel kunnen maken en vooral de teen lekker mobiel kunnen maken en hoe dat we die eerste straal en de grote teen kunnen gaan stabiliseren. Nu, soms is dat voldoende, soms is dat niet voldoende, maar dat kunnen we dan ook al een beetje inschatten tijdens die consultatie dat we daar doen. Mensen komen ervoor in een groepsogenblik. Onlangs hadden we ook een jong meisje, 16 jaar, en ze speelde volleybal. En ze vroeg aan mij van, ja kijk, wanneer mag ik terug beginnen met springen, wanneer mag ik terug beginnen met lopen, wanneer kan ik terug deelnemen aan sportwedstrijden, volleybal. En ik zeg van, ja kijk, hiervoor zie ik inderdaad dat we verder moeten gaan revalideren en dat we echt wel iets moeten gaan doen voor return to performance, return to play. Niks is zo vervelend als dat je je hobby of je job niet meer kunt doen omwille van een ingreep aan, laat het ons maar noemen, een teen. En dan heeft hij ook gewoon een kinesist gezocht in haar perifere omgeving, waarbij dat ze dan die explosieve taken is gaan trainen alvorens terug deel te nemen aan de volleybalwedstrijden. En ik denk dat dat iets is wat we gewoon goed moeten gaan inschatten van wie heeft wat nodig. En dat we de mensen dus eerst al wel kunnen een beetje opleiden van wat ze zelf kunnen doen, maar dat ze dan voornamelijk ook wel met die informatie aan de slag moeten gaan. En dan hebben we ook nog tot slot als laatste pijler dus de specifieke revalidatie. En dat is iets waar we de afgelopen 3 jaar toch echt wel heel hard aan hebben gewerkt, samen met dokter Verfaay en dokter Van Riet en dokter Bogart ook. En zo hebben we in 2021 al 15 patiënten gezien met een enkelprothese. Enkelprothese aan één zijde, soms bilateraal. Soms een enkelprothese aan de ene kant en een arthrodese aan de enkel aan de andere kant. Altijd interessant om dan te gaan kijken van ja, wat vinden de patiënten nu zelf het interessantst.
En we zien dat dat eigenlijk heel uitgebreid kan qua leeftijdscategorie. We hebben mensen gezien aan het ene eind van het spectrum, heel erg jong, 50 jaar. Ex-profvoetballer gezien dit jaar, die dat ondertussen terug aan het crossfitten is, wat dat toch wel merkwaardig is, dat dat toch allemaal terug kan na enkel prothese. Een man die dat, het laatste jaar geen kilometer meer kon wandelen en nu terug aan het crossfitten is, die was natuurlijk doodgelukkig. Anderzijds hebben we ook mensen die daar aan de andere kant van het spectrum zitten, dus wat ouder zijn. En zo zagen we 2 weken geleden nog een dame, achteraan de 70, komt op consultatie bij dokter Verfaay en zegt van ja, kijk, ik woon in Tiene. Ik heb daar goede kinesisten, denk ik, in de buurt, maar zijn nog maar net afgestudeerd allemaal. En hebben nog nooit een enkel prothese gezien. Heb ik niet wat informatie dat ik kan meenemen? Dokter Verfaay denkt dan van oké, we sturen die even naar de revalidatieafdeling. Wij doen daar een intake. Wij gaan kijken hoe dat de ganganalyse is. We gaan kijken hoe dat de mobiliteit is, hoe dat die triceps zich heeft gevormd tijdens de immobilisatie. En we maken er een mooi verslagje van en wij koppelen terug naar kinestherapeut in de periferie. Wat maakt dat nu? De mevrouw kan perfect haar revalidatie daar verder zetten, maar de therapeut weet iets beter waarin dat die mag starten. We hebben in het verleden ook gezien dat revalidaties soms heel stroef verliepen, omdat mensen direct begonnen met heel instabiele oppervlakken te gaan trainen. Iets wat enkel prothesen niet echt graag hebben in het begin. Misschien zelfs in het algemeen niet. Of door veel te zwaar te gaan belasten. En zo komt die dame nu nog 1 keer heel laagfrequent om de 2 weken bij ons langs. Totdat wij zoiets hebben van oké, de revalidatie is goed gestart. Je kunt je plan trekken in de periferie. En dan kunnen we dus noods nog altijd, als je op consultatie komt bij de chirurg, even bij ons langskomen voor te kijken van loopt het inderdaad nog altijd goed volgens ons ook. En moeten wij bijsturen. Soms zien we ook dat er inderdaad complicaties zijn en dat we dan ook wel door onze expertise wat gaan delen, dat we echt wel kort op de bal kunnen spelen. Zo hebben we onlangs, of in het afgelopen jaar ook, een man gehad en die bleef maar pijn hebben, mediale malleolus, mediaal voetgewelf, was niet echt heel duidelijk. En de prothese zelf bleef heel erg stroef, was ook een revisie. Dan zijn we toch door onze Biodex op zijn CPM-functie te gaan gebruiken, waarbij dat we heel goed kunnen gaan spelen met tempo, met bewegingsuitslag en met de druk die dat gezet wordt. Die enkel prothesen op korte termijn toch wel wat soepeler beginnen krijgen, aangevuld natuurlijk met de nodige actieve mobilisatie, actieve oefentherapie. En die pijn bleef. En dan ging er bij ons een alarmbelletje rinkelen en zeiden we van, dit is niet normaal. Direct teruggekoppeld naar de specialist. En een heel simpele kleine ingreep aan de mediale malleolus bleek voldoende zijn om die patiënt dan toch na een al iets wat langere revalidatiepijn vrij te krijgen. En dat was weer al een tevreden patiënt dan. Nu, ik hoop dat we vandaag vooral duidelijk hebben gemaakt dat we met revalidatie Herentals proberen een meerwaarde te bieden voor iedereen. En dat we er niet zomaar zijn als dienst. En dat we ook in het achterhoofd moeten houden dat er geen 2 patiënten hetzelfde zijn. En dat we daarom altijd even goed kritisch moeten blijven naar onszelf. Dank u wel.